Okay. De avond valt over Philipsburg. De hele dag heeft het eiland te maken gehad, Sint Maarten te maken gehad, met regen en wind van de orkaan Maria. Vanochtend om 10:00 begon dat en het is eigenlijk niet opgehouden. Of die regen en die windstoten die hier bij Vlagen zeer hard waren ook schade hebben gebracht, valt nu nog niet te zeggen. Er is een avondklok in Philipsburg en we mogen voorlopig ook de straat niet op. Alleen politie patrouilleert om eventuele plunderingen van mensen die nu hun kans schoon zien tegen te gaan. Als we uiteindelijk Philipsburg ingaan, dan zullen we waarschijnlijk natte voeten krijgen. Maar de schade lijkt, zo op het eerste oog, hier in ieder geval mee te vallen.